mag helaas de uitkijktoren niet in. Die is dicht vanwege corona. Ik ben in Bakkeveen vandaag en dat ligt in Friesland, voor wie het niet weet. Heel mooi stukje natuur weer, mooie zandvlaktes hier, heel veel bomen. En ik heb op internet een hele mooie boom gezien en voor mij zie ik die hier al links van mij. Dat is een boom die een beetje half boven de grond groeit met allemaal wortels. Ik denk dat dat misschien wel een leuk plaatje is om te gaan fotograferen. Maar er zijn meer mooie bomen, zie ik hier voor me. Ik heb hier ook een mooie boom hier achter mij. Dus wie weet waar we vanavond mee thuiskomen. De zonsondergang is spannend. Het lijkt heel erg mooi nu. De bewolking trekt wel de weg, dus het duurt nog ongeveer een uur voordat de zon ondergaat. Dus eens even afwachten wat er allemaal gaat gebeuren in de lucht. Maar ik heb goede hoop dat we vandaag met een mooie plaat hier gaan wegkomen. Laten we eerst even een beetje door het gebied heen gaan lopen en ach, wie weet, misschien verandert mijn hele plan nog wel en fotografeer ik straks helemaal geen boom, maar heel iets anders. Je weet het niet. Voor mij schijnt nog een stukje water te liggen, althans volgens Google Maps. Dus daar ga ik even kijken. En de wolken lijken wel aardig te blijven hangen, dus wie weet. Zonnetje schijnt lekker fel. Wat wil je nog meer, hè? Fantastisch. Als je hier allemaal hekjes staan, zie kan ik niet langs. Ik denk dat het misschien nu afgesloten is. Dus even kijken, er lopen wel paden, maar hier naast mij is ook een stukje water, maar het is niet het water wat ik bedoel. Het water wat ik bedoel is hier achter mij nu. Maar dat is nog even een stukje lopen, zag ik op Google Maps. Ik ga even kijken of ik dat wel red qua tijd. Het duurt nog een half uur, dan is de zon onder. Als ik daar helemaal heen loop, dan kan het zijn dat ik niet op tijd weer terug ben om de boom te gaan fotograferen. Maar ja, wie weet is het daar wel heel mooi. Dus ik ga gewoon even kijken, loop die kant op en we zien wel hoe het loopt. Oh, hier is ook stukje water. Ook wel mooi. Alleen de zon die gaat daar onder. Dus dan moet ik eigenlijk aan de andere kant staan. Maar wel een leuk stukje. Maar het is niet het water wat ik bedoel. Het water is nog een stukje die kant op. Leuk. Leuk gebied. Het onverwachte is altijd het mooiste. Ik loop een klein stukje hier het heidegebied in. Waar ik eigenlijk naar onderweg was, is nog een stukje verder. Maar nu zie ik hier heel mooi wat water. Waterplassen. Eigenlijk is het gewoon een stukje ondergelopen heide. En ik denk, omdat de zon nu precies hier achter mij ondergaat, dat ik wel eens hele mooie reflecties hier in het water kan krijgen van wat wolkjes. Als de lucht dan zo een beetje gaat kleuren. Dus ik denk dat dit misschien eigenlijk wel een beetje is waar ik op gehoopt heb. Die boom daar verderop, die laten we gewoon even zitten. Want het is een hele mooie boom. Is waarschijnlijk al duizenden keren gefotografeerd. Maar ik denk dat dit gewoon toffer is. Ik wil toch eigenlijk heel vaak foto's met water vind ik toch altijd interessant, hè?
Dat je natuurlijk heel mooi met weerspiegeling dan kunt werken. En die boom die staat daar gewoon midden op een zandvlakte. Wat ook heel mooi kan zijn. Maar ja, dit spreekt me veel meer aan. Dus ik ga denk hier gewoon even een foto maken. Ik loop een klein stukje naar die boom toe hier voor mij. Nu hier achter mij. Kijken of daar over dit stukje heuvel misschien nog iets moois te zien is. Maar ik denk dat hier het water hier zo naast mij, straks met de wolken. Ja, dat moet gewoon helemaal goed komen, denk ik. Dus daar gaan wij denk ik zo een foto maken. Ik ga in ieder geval nu nog even een stukje hierheen. Maar ik moet wel even hier door het water heen. Een klein stukje. Het is gelukkig niet heel diep. Dus dat komt wel goed. Het kan allemaal net. Zo. Kijk hoor, loop ik hier een stukje omhoog. Want deze boom is eigenlijk ook wel heel leuk. Toen ik nog een beetje in beeld ben. Wat leuk dat vloggen uit de hand, praten, kijken waar je loopt. Even genieten dat de zon hier ondergaat zo. De zon die gaat nu achter de bomen, dus het is nu nog eventjes dat hij helemaal onder is. En dan zie ik achter mij, komt wat bewolking aan. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen vanavond. Dat zal wel heel tof zijn. Dit zal wel heel tof zijn dat het allemaal mooi gaat uitkomen waar ik op hoopte. Een mooie kleurrijke lucht. En dan nog een mooi water hier. Fantastisch. We hebben nog één probleem. Want we zitten natuurlijk nog steeds in die coronatijd. En ik zal er niet te veel over zeggen, want ik denk dat we er allemaal wel heel erg klaar mee zijn nu inmiddels. Maar ja, we hebben nog steeds een avondklok. En het is een half uur rijden voor mij om thuis te komen. Dus om 8:30 gaat de zon onder. Dus ik heb dan... Je moet natuurlijk nog een stukje teruglopen. Dat is ongeveer een kwartiertje. Dus het kan allemaal net. Het kan allemaal net. Dus ik hoop dat het ook allemaal precies uitkomt zoals ik nu in mijn hoofd heb. En anders zal zonde zijn als ik weg moet gaan. Als de het mooie gedeelte van de kleurrijke zonsondergang nog moet gaan gebeuren. Dus ik hoop dat het precies helemaal goed gaat komen. Ik denk het wel. We zullen het zien. De zon gaat natuurlijk steeds later onder nu. Dus dat wordt wel steeds meer een probleem. De zon gaat ook steeds vroeger op. Dus met de avondklok is dat allemaal wel lastig. Dus ik hoop dat straks... het is nu 14 april. Ik hoop straks eind april dat de avondklok er in ieder geval afgaat. Dat zal mij wel heel goed uitkomen. Ik denk heel veel mensen ook. Maar goed, het is helaas nog steeds niet anders dan dat het is. Goed, ik ga mijn camera even neerzetten hier. Dan ben ik in ieder geval klaar om zo de mooie foto te gaan nemen. Hoop ik. Daar gaan we vanuit. Hangt wel wat laag bewolking nog. Dus ik hoop wel echt dat die kleurenspectakel zo gaat komen. Dat zal zonde zijn als het toch niet doorgaat. Zo, mijn camera staat hier. Dit moet ongeveer de compositie zo worden. Even kijken als de lucht hopelijk zo gaat kleuren, hoe het dan gaat uitpakken. Maar ik heb hier voor mij een stukje heide wat een beetje los in het water zit. Met een, ja, je ziet het wel denk ik, een beetje zo'n strook. Ja, het komt gewoon heel mooi uit met de grote lens zo een beetje naar beneden gericht. De lucht die dan gaat kleuren, weer spiegelen in het water hopelijk. Dat is het idee voor vanavond. Maar hopen dat het ook gaat gebeuren. De bewolking trekt nu wel, ja, trekt wel iets verder dicht nu. Dus het moet nu wel zo gaan gebeuren, de kleurtjes. Dus even
ja, nog even geduld. Dat is het eigenlijk. Gewoon wachten tot het gaat gebeuren. Of niet. En dan gaan we helaas zonder foto's naar huis. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar ik heb nog steeds goede hoop dat het goed gaat komen. De zon die is nog niet helemaal onder. Ik zie hem nog een beetje daar in de verte branden. Dit is het begint nu, de lucht begint nu te kleuren. Dus nu komt het erop aan dat we even een mooie foto maken. Ik denk dat ik misschien ietsjes dichterbij moet om dit plukje heide goed in beeld te krijgen. Kijken. Nou, de lucht die kleurt wel, alleen maar een heel klein beetje. Dus ik moet even kijken, ik zal jullie even zo neerzetten. Zo. Ik ben vast wel in beeld nu. Zo, de lucht die kleurt wel, maar niet zoals ik gehoopt had. Het is minder fel en spectaculair, maar misschien dat het toch gaat lukken om er wat moois van te maken. Ja, het is een beetje een blauw-groene foto wordt het, zeg maar. Dat het heide is natuurlijk groen, de lucht is blauw, maar de kleurtjes ontbreken. En dat is nou net jammer. Ik heb mijn statief wat hoger gezet, zodat ik meer wolken zie spiegelen in het water. Dat je kamer hoger staat, krijg je meer overzicht. En ik denk dat, ik dacht eerst ik ga laag bij de grond, krijg ik mooi dat plukje heide mooi in beeld. Maar iets hoger is het denk ik toch mooier. Dus ik heb eigenlijk twee composities nu gemaakt. Qua foto, ja, het is een beetje, ik moet even kijken hoe ik dat ga bewerken. Maar zoals ik nu zie is het allemaal een beetje blauwer, weinig kleur in de lucht. Maar toch wel mooi. Het is een beetje een blue hour effect. Dus eigenlijk mooie blauwe wolken met het heide. Ik denk dat het best wel leuk uitpakt. Het is toch weer een beetje anders dan ik gehoopt had. Maar ik denk dat dit ook wel een leuke foto is om zo aan jullie te laten zien. Zo, dat was het hier. Het wordt nu langzaam donker. Het is ook 9 uur. Dus ik moet nu snel teruglopen in de auto naar huis rijden. En ben ik mooi voor de avondklok thuis. Want ja, we willen natuurlijk geen boete, dus ik ga inpakken. Nu kan ik me voorstellen dat je denkt, waarom heeft hij nog niks gezegd dat hij al 3 maanden geen vlog heeft gemaakt? Nou, dat ga ik dan nu even doen. Ik heb de afgelopen 3 maanden uiteraard wel gefotografeerd, maar weinig tijd om te gaan vloggen. En eerlijk gezegd had ik er ook gewoon niet altijd zin in. En ja, eigenlijk had ik natuurlijk liefst een reisje gemaakt naar het buitenland toe. Om, oh, moet even door het hekje in hier. Kijken. Zo. En die is dicht. Maar dat kan natuurlijk niet. En ik had zoiets van, ja,
een keer een vlog maken in Nederland. Natuurlijk, Nederland is heel erg mooi. Maar ja, ik was een beetje de dag van, ja, het is dan elke keer weer hetzelfde. En ik wil liefst gewoon naar het buitenland. Leuk land uitzoeken met jullie. Daar gaan vloggen en laten zien wat ik allemaal beleef. En in Nederland ga je, ja, natuurlijk gewoon elke keer naar een leuk natuurgebied toe foto's maken. En dan denk ik van ja, het is elke keer hetzelfde. Af en toe wil je natuurlijk wat andere dingen laten zien. Dus dat was ook een beetje de reden dat ik niet gevlogd heb. Een beetje bij het adem. Ik heb ik vlog nu met mijn EOS R met statief en dat is best wel zwaar. Dus vandaar dat ik een beetje buiten adem in. Maar ja, nee, ik had er eigenlijk ook gewoon vooral niet zoveel zin in. Dus vandaar dat het even 3 maanden wat rustiger was. Ik ga niet zeggen dat ik nu in één keer weer heel veel vlogs ga maken of zo, dat niet. Ik dacht van nou, het wordt nu echt wel tijd dat ik weer eens even wat van me laat horen, want 3 maanden is wel erg lang. En ik heb altijd nog steeds het voornemen om elke maand een vlog te maken, maar ja, dat lukt gewoon niet altijd. En wat ik zeg, ja, ik heb er ook niet altijd zin in. En ik hoop eigenlijk tegen het eind van het jaar toch alweer een mooi reisje te kunnen gaan maken. Maar ja, ik denk dat iedereen dat hoopt. Goed, in elk geval, ik hoop in ieder geval dat het vandaag leuk was in het mooie Bakkeveen. Zeker een plek om nog eens een keer terug te gaan. Om wat foto's te maken. Zeker aanrader als je een keer in de buurt bent. Om hier eens even een rondje te gaan lopen. En wie weet is dan de uitkijktoren ook wel weer open. Ja, voor nu. Dankjewel voor het kijken maar weer. En wie weet wanneer je mij weer ziet.